Het is vandaag Black Friday. Dat betekent hoge korting overal. Wij gaan kijken of de Groningers de korting ook hoog genoeg vinden. Wij moeten nu weer snel door. Weet u welke dag het is vandaag? Het is Black Friday. Nee, geen idee. Ja, Black Friday, maar... Black Friday. Heeft u nog wat gekocht met Black Friday? Ik heb een nieuwe laptop gekocht. Nee, ja, alleen deze batterij, omdat de auto niet vlot wil. Kijk aan, en was die goed in de korting? Volgens mij redelijk. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar ik moest een brood nodig, een nieuwe. Nou, het is vandaag Black Friday. Hoe viert u dit in uw winkel? Nou, wij doen er op dit punt eigenlijk niet zo heel veel mee. Want wij hebben dan inderdaad eigenlijk Black Friday overconsumptie en dat soort dingen. Hebben wij eigenlijk gezegd, we hebben dus heerlijke black coffee. En we hebben dan een heerlijke Italiaanse panettone. En dat is een soort Italiaanse cake. Zijn jullie vandaag in de stad voor Black Friday? Nee. 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 Gewoon toevallig aan het shoppen. Ja. In Groningen. Ja. Gaan jullie nog wat kopen met Black Friday? Geen idee. Geen idee. Nee. Wat vindt u nou eigenlijk van de korting? Vindt u dat het heel veel meer korting is dan de afgelopen weken? Want er wordt ook wel Black Friday Week en zo. Wat vindt u daarvan? Er is wel korting. Bij sommige dingen, maar je moet wel goed in de gaten houden. En als je het in de winkelmandje stopt of van voorafgaand goed kijkt, dan is er wel eens korting. Maar niet altijd.